Terug naar Maastricht dan, waar vanavond 4 kandidaten debatteerden. Van de Christen-Democraten, de Sociaaldemocraten, de Liberalen en de Groenen. Die stonden op het podium. Wie het grootste wordt in de verkiezingen over 3 weken... hoopt dan ook de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te leveren. Kandidaat voor de liberale fractie is de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt. Een van de allergrootste problemen misschien wel van dit moment, en ook dus een Europees probleem, is de Oekraïne. U was daar 2 maanden geleden, op 21 februari, tijdens de opstand op het plein. Maidan, laten we even kijken. I have today had many of your people saying thank you to the European Union, but we don't deserve your gratitude. We have to thank you. Because you are defending European values and European principles and democracy. Terug naar u, meneer Verhofstadt. We zagen u daar met de VVD'er van Balen. En u gaf de mensen, althans, dat u deed een poging hoop op een betere toekomst. Het is vanaf daar alleen maar slechter gegaan. Wat doet de Europese Unie nu eigenlijk voor de mensen in Oekraïne? Maar waarom? Waarom zegt u dat het slechter is gegaan? Janukovic was een dictator die weg is. En er zijn nu verkiezingen op 25 mei. Meneer Verhofstadt, nu ga ik u serieus onderbreken. Het land ligt in duigen. De Krim is weg. De Oost-Oekraïne, daar worden mensen doodgeschoten. Maar en Rusland heeft een grote inmenging nu in door, het conflict. Vindt u dat het beter gaat? Wel, in elk geval gaan de mensen nu de keuze hebben op 25 mei. Ik heb in de ogen gekeken. Het is niet eens zeker of die verkiezingen doorgaan op 25 mei. En ik heb, we zullen doorgaan. Ik heb in de ogen gekeken van de mensen op Maidan. En wat die mensen willen is niet een geopolitieke strijd, wat u het over heeft, tussen Europa en Rusland. Wat die mensen eigenlijk willen is namelijk een decent leven kunnen leiden in hun land. Zonder corruptie, met democratie, dat willen zij. En waarom zouden de Oekraïners die principes niet op hunzelf mogen toepassen dan degene die wij in Europa hebben? Waarom zou een Oekraïne, met andere woorden, altijd onder het juk van Poetin moeten leven? Want pas op, ik ben niet anti-Russisch. Er zijn veel mensen in Rusland die Poetin ook niet meer lusten. Poetin die maar 1 strategie heeft. Dat is wanneer een land niet bevriend is met hem, van er een soort van bevroren conflict in te plaatsen. En dat is wat nu gebeurt. En het ergste wat nu kan gebeuren is gewoon zeggen, oh, we kijken weg, we kijken om. Laat de Russen maar doen, laat de Russen maar terug het oude Sovjet-Unie herstellen. Daar waar de mensen zelf, die ik gezien heb, in de ogen gekeken heb op Maidan, maar 1 zaak vragen. Een decent leven, democratie en geen corruptie. Want dat land is corrupt van boven tot onder en van onder tot boven. Ja. Terwijl uw strijd en anderen voor democratie in Oekraïne tekenen grote oliemaatschappijen zoals Shell en BP dure contracten met president Poetin. Wat blijft er dan over van uw mooie woorden? Ja, wel omdat wij nog altijd geen gemeenschappelijke Europese energiepolitiek ontwikkeld hebben. Wij zijn afhankelijk voor 1/4 van onze importen uit Rusland. Waarom wendt u niet de Europese invloed aan op 2 oliemaatschappijen, Shell en BP, die nu contracten sluiten met iemand die veroordeeld wordt door de Europese Unie en door Washington? Dat trachten we ook te doen. In de resolutie van het Europees Parlement staat dat. Ja, maar wij proberen de sancties bijvoorbeeld, die nu zijn naar buiten gekomen en die de omgeving van Poetin betrachten, hebben ook namelijk betrekking op oligarchen. Ook op deze oligarchen, die namelijk met de staatsmaatschappijen onder meer die contracten. Maar is het niet hypocriet om te kijken naar Russische oligarchen en om niet te kijken naar bedrijven die hier in het Westen geld verdienen, nu in Rusland en waar u macht op kunt hebben? Ik ben het volledig eens met u en dat is ook wat wij in de resoluties al meerdere malen in het Europees Parlement hebben gezegd. Maar de beste manier om Poetin te stoppen is ervoor te zorgen dat de oligarchen die in zijn omgeving verkeren, dat die niet zomaar visa's krijgen, dat die niet zomaar op een of andere manier hun tegoeden op hun banken kunnen gebruiken. En dat met andere woorden het vermogen dat zij vaak met corrupt geld in Rusland hier in het Westen hebben opgebouwd, dat we daar achteraan gaan. En dat vind ik volgens mij een veel betere strategie om Poetin te stoppen. Dan bijvoorbeeld te beginnen met economische sancties, waarover het waarschijnlijk dan nog 6 maanden duurt, vooraleer we daar een overeenkomst in de Unie over kunnen bereiken. Bent u bezorgd over een groter conflict dan alleen in Oekraïne tussen Rusland en het Westen, als je kijkt naar de situatie van vandaag de dag daar? Ik denk dat als we Poetin niet stoppen,
met gerichte sancties, voornamelijk in zijn omgeving, de oligarchen en zo, dat we dan nog niets hebben gezien van Poetin. En Poetin wordt niet gesteund door een groot deel van de Russische bevolking. De Russen willen ook geen koude oorlog meer. Al die mensen die willen een democratisch Rusland. En geen Rusland dat op een autocratische manier wordt geleid. Laten we ons niet vergissen. Dit gaat niet over anti-Russen, anti-Russisch zijn. Integendeel, er zijn veel Russen die wonen in Europa. En we zouden misschien iets meer moeten aandoen om de Russen die in Europa wonen ook beter te beschermen, hun taal te laten gebruiken en dergelijke dingen. Guy Verhofstadt, dank u wel vanuit Maastricht. Dank u wel. Graag gedaan.